allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ja, het is morgen. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker niet te abonneren. Zeker echt niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zeker niet vergeten. Ah, bij deze. Ik ga lekker douchen, lekker scheren. Dus er moet wat tempo ingegooid worden. Ik moet nog de vlog nog uploaden voor jullie. Dat gaat allemaal goed komen. Ik heb vandaag lessen. Ja. Toppie. Dus ik ga me klaarmaken. Enjoy de timeslap van mijn scheren en mijn tanden poetsen. Toppie. I can't stop. This feeling's taking over me. Na mijn tandjes poetsen en mijn geschoren te hebben, ga ik nu een washandje nemen. En ga ik richting mijn douche. Al deze washandjes die hier liggen, die gaan we gewoon in de was gooien. Voilà. En dan ga ik mij nog eens lekker goed douchen, dat ik ook goed ruikt, om naar de lessen te gaan. Toppie! Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. En ik ga ook nog sowieso een timeslapje maken. Hieronder zit ook al een leuk muziekje onder, zeker. Misschien. Lukt me toch al beter en beter voor ook wat muziek hieronder te laten afspelen. Dat jullie mij ook beter kunnen verstaan. Dat is al één punt, dus dat is er al zeer goed op vooruit gegaan. De volgende videobewerking wat ik dan ook ga aanleren, dat is weer al iets anders. Zo stap voor stap ben ik nu rustig aan het leren. Ben ik me rustig aan het opbouwen voor leukere vlogs in elkaar te steken. Toppie. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus ik ga jullie een tijdslapje geven van hier tot in Diepenbeek. Bij wel Diepenbeek. Dus enjoy. Kijk eens wie hier langs mij zit. Hallo. Ja, mensen. Ik ben weer al op cursus geweest. En schatje, ik ben op cursus. Ik heb er redelijk weer al veel bij geleerd. Zo wil ik geparentaal. Maar ik ook nog, moet nog verder gaan instuderen. Wat moeilijk is, want het staat niet in de cursus. Dan zal het wat opzoekingswijk worden. Wat hebben we dan nog geleerd? Hoe we moeten omgaan met doven. Hoe we moeten omgaan met slechtzienden. Als iemand zich aan het voorstellen is of iemand nieuw is, die ook dan bij betrekken bij een groepje. Wat ook soms wel zo echt moeilijk was. Er waren ook lachmomenten. Oh, echt waar.
Iemand die ook in BWL werkt, ja, die is op een hogere rank. Daar heeft dus zo'n leerling hem ook wat schaakmat gezet. Die werd knal! Maar ook knal rood. Zo rood heb ik nog niemand gezien. Amai man, die werd echt rood. Hoho. Ja. Dus ik heb dus redelijk wat lessen zitten te volgen. En nu wil ik wel ook eens weten, hè. Maar ook echt eens weten, hè. Wat mijn schat vandaag heeft gedaan. Terwijl, kijk, ik... Ah ja, we zijn ook nog ondertussen tijd naar de Quick geweest. Want het staat hier zo wat in het hoekje. Hier, Quick. Dus ik heb een milkshake aardbei. Zij heeft al een milkshake aardbei. Wij hadden chicken nuggets. Maar die is ook al ondertussen tijd ook al verder gegeven aan een zwerver. Ja, want die heeft het uit de vuilbak gepakt, de onze eten. Maar ja, maakt niet uit. Maar nu ga ik de woord laten aan mijn schat, terwijl ik ga drinken. Hoe had je ook alweer gevraagd? Echt, schat? Wat heb jij vandaag gedaan? Dus in het dialect, in het Vlaams bedoel ik. Wat heb jij vandaag gedaan? Wat ik vandaag gedaan heb, is in de voormiddag gekookt. En dan heb ik me omgekleed. Naar deze outfit. Oké. En dan ben ik in kleuren, heb ik Yatzy gespeeld. Yatzy, met wie? Met mijn begeleiding. Oké. En ook alleen. Dan kun je ook alleen spelen. Ah, oké, dat wist ik niet. En ja, voor de rest was mijn dag zuur. Daar gaat zij straks nog wel ook iets over vertellen, later in de vlog. Want wij gaan nu nog eerst wat rondrijden, dat zij terug wat op... Ik wil dat nu wel zeggen, denk ik. Zijn je er echt klaar voor? Denk het wel. Dan ga ik een klein beetje feller op u laten gericht. Dat ga ik niet doen. Okay. Het is niet veel feller. Voilà, vertel maar. Ja, ik ben depressief en daarom wil ik even niet meer chatten, omdat ik aan mijn eigen moet denken nu. Dus beste Discord mensen, dus nu weten jullie waarom dat zij even niet meer op de chat gaat aanwezig zijn. Ze zal nog wel de tekst wel misschien zoals af en toe wel nog eens wel eens lezen, maar er echt niet op gaan reageren. Ze wil even dat haar dingenpiek terug kan gaan zakken. Dat zij terug tot bezinnen is. Ja, op die woorden kwam ik dus niet. Ah, oké. Okay. Bij deze. Maar het is wel waar wat je zegt. En aan de ene kant, wat ik nu doormaak, is niet niks. En, dat is ook helemaal niet niks, nee. Ik ga niet voor niks naar een psycholoog. En die heeft mij niet voor niks een opdracht gegeven die ik nu moet doen. Dus, ja. Via mijn weg wens ik je ook al daar veel sterkte aan toe. Dank u. En ik weet dat je het gaat aankunnen, dat je het gaat leren, samen met uw, zeg het moeilijke woord? Partner. Nee. Psychologe. Dat ja. Psychologe. Ja. Mensen, er zijn heel veel mensen die dat verkeerd uitspreekt. Als jij de juiste benaming meet voor iemand die je kan helpen waar je mee praat, een psychiater ken ik. Maar die andere woord voor die geen medicatie mag voorschrijven. Wat is daar de juiste benaming voor? Laat het hier achter in de comments. Oké. Ja, daar was iemand een karretje terug aan het steken bij de karretjes. Heb ik er nog iets te vertellen? Maar het is niet niks en ik probeer ook zo snel mogelijk terug op de chat te komen zodra het voor mij gaat. En misschien kan ze ook wel soms terugkeren naar de chat als het voor haar een moment van goedheid is. Dan kan ze ook wel terug eens even op de chat zien voorkomen. En ja. Dan kunnen jullie weer gerust en hartelust gaan chatten met Bea. Maar Bea heeft even
tijd nodig. En tijd nodig. Ja. Tijd en rust. Die krijg je ook van mij uit. Die krijg je ook van Tamara uit. Die krijg je ook van Simon Bus uit. Noem maar op. En van ik denk Tamara dat er... wist ik, maar van Simon Bus wist ik het niet. Simon Bus, ik weet dat dat een hele goede jongen is. Dat is een heel goede jongen, dat klopt. Want die helpt mij ook heel... ja, pak verder. En ook... ja, daar kan ik nu nog niet over spreken, want dat gaat over de giveaway, dus daar gaan we het niet over hebben. Want hij doet dat... Ja, maar ik ga het even over de giveaway hebben. Ik vind dat Simon Butz dat eigenlijk ook heel goed oppakt, ook op de chat. Dat dat ook goed in het oog houdt, dat er ook geen fouten gemaakt worden. Zo heeft Simon Butz mij ook even kunnen afremmen. Waar ik ook echt heel blij ben, Simon Butz. Dat is echt dat is een compliment naar jou toe, Simon Butz. Dat je het echt heel goed doet. En dat je mij ook afremt en dat je mij ook op tijd verwittigt van... Dimitri, pas op, ze zijn het uw giveaway aan het lospeuteren. De kilometerstand. Soms heb ik het zelf ook niet door en dan remt Simon Butz mij ook wel af. En dan vind ik... Echt dat is een chapeau. Ja. Dat is echt goed. En wel, ik ben trots op jou, maar ik ben ook trots op Simon Butz. Want Simon Butz, sorry dat ik het zeg, dat is zo'n lieve kerel. Ook naar mij privé toe zegt hij, Bea, als er iets is, ik ben er voor u. Mm-hmm. Dus sorry dat ik het zeg, kijkers, Simon Butz is ook een schatje. Ja. ik ga sowieso al één ding zeggen. Hij doet het op vrijwillige basis. Wat hij nu allemaal ook doet voor Psycho TV. En echt waar, ik heb nog nooit, maar ook echt nog nooit iemand zo gehad met mijn andere projecten. Nog nooit, dat geef ik eerlijk toe. Simon Butz, ik weet dat je nu achter je pc-schermje of ergens anders achter het schermje nu misschien wel aan het blozen is. Van, amai, wat woordjes krijg ik nu toch allemaal? Wat complimentjes krijg ik nu toch allemaal? Ja, maar mag. Ja. Want de waarheid mag gezegd worden. Voilà. Dat is wel waar. En nu gaan we een rondje rijden, kijkers. Yep. Nee, ik kan nog één ding nog iets zeggen. Eén ding, hè? Ja, één ding. Dat is ook naar een fan toe. De fan. Ik ga ook geen namen noemen, want dat wou hij niet. Ah, oké. Dus hij wou anoniem blijven. De fan die dit heeft gemaakt, echt waar, dankjewel. Echt waar, 100% dankjewel. Nu krijg ik zelfs op het werk. Zeg Dimitri, verkoop jij dat? Ik denk eens dat ik eens met die fans eigenlijk eens samen moet gaan chatten om een regeling te treffen voor er meerdere exemplaren te laten maken dat ik het toch kan gaan verkopen. Maar dat zou ik eigenlijk nog niet in de vlog zeggen. Ik zou dat eerst over chatten en dan in de vlog. Ja, dus maar dat is nu te laat. Het is nog niet concreet, mensen, dat ik dit ook effectief op de markt ga brengen. Maar er is gewoon al echt, dat wou ik laten weten, dat er echt vraag al achter is. En dat was zo, eerst een kiwiet, was er al ene persoon, oh Dimitri, dat is wel echt wel heel mooi. Die kent mij ook echt ook persoonlijk. Oh Dimitri, dat is echt heel mooi, kan ik ook zo eentje krijgen? Ik zeg, nee. Dan in Sint-Truiden was er ook weer al eentje, ah nee, ik kan er al drie verkopen. Was er ook eentje, waar ik ook regelmatig nog mee chat na de werkuren. En dan nog eentje nu hier in Diepenbeek, die dat ook wou kopen. Echt waar. Ik ben business bezig. Ja. En Bewel heeft ook gezegd, zeg, je moet eigenlijk geen Peter en Meter worden, je moet onze businesspartner worden. Misschien... Oeh, excuseer. Misschien, Bewel. Als ik ooit jullie hulp nodig heb, dan zal ik ook wel bij jullie komen aankloppen. Toppie? Oké, bij deze. Ik ga jullie nooit vergeten, hoor. Echt waar niet. Bij deze, we gaan nu even wel rondrijden. Ik ga het niet opnemen. We gaan er, of jawel, we gaan het even wel een klein timestapje daarvan maken. Want daar heeft zelfs iemand op Messenger gevraagd van... Dimitri, laat die timestaps niet vallen, want ik vind dat zo mooi.
Oké, bij deze ga ik dat verder blijven doen. Dus als er vraag is, dan doe ik dat ook. Bijvoorbeeld als jullie zeggen, oh, wil jullie dit, of wil je dat of dat of dat eens gaan filmen, dan doe ik dat ook. Dan probeer ik dat wel te doen, zal het zo zeggen. Bij deze. De weer is heel raar. Ja. Huh? De weer. Bij mij heeft het de hele tijd geregend. Ja, en diep in Beek ook. En nu schijnt de zon op mijn broek. Ja, dat is mooi weer aan het worden. Dat is heet. Ah, oké. Okay. Ik bepron mijn been bijna. Oké, dan gaan we ook vertrekken. Mensen, ik zal zeggen, geniet van de... Timeslap! Yay! Never let me close your eyes. Only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. Trust in me, I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. Dat ze hem aankomen bij de sporthal samen met mijn schatje. We gaan hier even wat Pokémon jagen. Voilà, bij deze is het ook gezegd geweest waarom dat we hier zijn gestopt met de timeslap. Oh, hey, maar ik schrik eens nog aan het zakken. Allee, dus Pokémon's aan het vangen. Hier zit het blijkbaar een shelter. Die gaan we nu dus proberen te vangen. Oei, eerste poging niet gelukt. Ik ben nu ook op mijn andere account aan het aanmelden. Voor deze gym, waar je het direct gaat zien. Er is een komen en er is een... gaan. Voilà, ik heb mijn deel gezegd. Kijk eens, amai, dat is al kort, hè. Zo, dat is een opportunity. Er is een komen en er is een gaan. Voilà, amai. Amai. Ja. Ik weet niet hoe ik moet afsluiten, hè, jong. Ah, ja, ze wil dat ik de vlog al afsluit, dat ga ik dat ook doen. Want er staat nu toch niet meer zoveel op programma. Gewoon nog even naar Enzo Knol kijken straks, als ik thuis ben. Daarna nog Stuk TV. Van die 400ste opdracht. Moet ik nog eens zien. Misschien dat het leuk is. Dus. Dan ga ik dat ook maar eens bekijken. Wat heb jij dan nog deze avond thuis gehad? TV kijken waarschijnlijk.
Dat doe ik elke avond. Ah, okay. Ik kijk meer tv de laatste tijd dan dat ik YouTube kijk. Oei, nu is het dus andersom weer al geworden. Hè? Ja. Dat hoort YouTube niet graag, hè? Ja, sorry. Ik wil wel naar YouTube kijken, maar ik heb dat meestal op de dag dan 's avonds. Ja. Wat ging je kijken, Sarah? Witte Kerken, Sarah en Ella. Ella. Oeh. Oh, ik ben verkeerd aan het rijden. Ik ga ze biedt draaien. Oh, schat. Hoop. Oké, ik zal opbouwen. Beloofd. Niks beloven wat je niet waar kunt maken, hè? Grapje, mensen. Grapje. Ik heb hem ook uitgedaagd. Voilà, daarom juist. Zeg, mensen, heel veel bedankt om weer al een deel uit te maken van mijn leven. En die van Bea haar leven. Want ze zit hier langs me. Ja. Ook al voel ik me niet oké, ik doe toch alsof ik mij oké voel. Ja, dat is wel weer waar, want jij doet je echt heel sterk. Ja, op dit moment wel. Wat? Ja, je weet dat ik angst in een auto heb, hè? Dat heb ik u pas geleden gezegd, hè. Ah. En met die wandelaars vind ik het al toch wel zo erg. Ja, en hier is ook een visvijver, daarom dat hier ook zoveel volk staat. De kaper. De nice. Kaper. En nu ben ik wel de weg terug aan het zoeken voor terug op die ene baan te komen, want die baan loopt door Ginder, dus dat is toen altijd goed. Ik zie die baan dus nog. Is dit een brugje voor over te steken? Nee. Dan zit je direct ploep, 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 ploep. Als er water in staat, hè. Ik ga het niet zien van hier, mensen. What the fuck voor een straat is dit hier? Oh. Een draaistraat. Ja, een zigzaggend straatje. Ah, hier komen we dan uit. Oké, dan moet ik zo. Tjas, dat ik hier mijn weg ook allemaal ken. Ja, dus ik ga nu echt officieel de vlog afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan zeker niet te abonneren. Want wij zijn een klein beetje stilgevallen met onze abonnees. Waar of niet, schat? Ja, dat is waar. Want wel zijn... jammer, maar... Want wij hadden 2 abonnees per uur gemiddeld. En nu al 2 dagen nu al bijna geen meer. En dat vinden we wel een klein beetje jammer. Toch dat ik mijn tijd en moed en altijd blijf insteken. Kom aan mensen, apprecieer alsjeblieft mijn werk, wat ik ook voor jullie doe. Dus abonneer. En vergeet ook niet op het... belletje te drukken. Jee, yeah, goed gezegd, schat. Goed, echt goed gezegd. Dus... je doet precies alsof ik een klein kind ben. Ja, zoals wel, ja. Oké, maar mensen, ik ga nu stoppen. Eerst de golven steken en dan stop ik met filmen. Tot morgen. Later.